Goedemorgen FSF'ers, welkom bij jullie eerste whiteboard time van de individuele CrossFit FSF workout. Ik neem met jullie even de flow van de workout door, de warm-up en de workout. Dus ik ga drie dingen met jullie doornemen en daarna ga ik nog de bewegingen met jullie doornemen. Allereerst de flow. Je start de workout als je binnenkomt, heb je 45 minuten de tijd, de klok staat aan. En die loopt af van 45 naar 0. Je hebt dan 10 minuten voor je warm-up ongeveer. De workout heb je 30 minuten de tijd voor. En daarna heb je 5 minuten die je gebruikt om je spullen weer schoon te maken. Voor de warm-up. Je hebt 3 oefeningen die je gaat doen. En die doe je 3 rondes van 10 herhalingen van alles. De eerste oefening is de lunge rotation. Ik ga het zo meteen allemaal voordoen. De tweede oefening is de slow-mo air squat en de derde oefening is de good morning met een schijf voor je borst, 5 of 10 kilo. Daarna, na die 3 rondes, ga je rustig opbouwen naar je startgewicht voor de workout. En dan komen we bij de workout, want dat is namelijk een krachtdag. En we starten met een kettlebell front squat. Daarbij gebruik je 1 kettlebell en die heb je in de front rack positie. Je doet 16 herhalingen. En daarvan doe je 3 sets. Maar die 16 reps, die verdeel je per arm. Dus het is 8 met je rechterarm en 8 met je linkerarm. Als je dat gedaan hebt, tweede oefening is de kettlebell front rack lunge. Daarbij doe je er 7 rechts en 7 links voor een totaal van 14 herhalingen. En daarvan doe je ook weer 3 sets. Ten slotte ga je met de kettlebell een front rack step-up doen. Ook weer kettlebell met de rechterhand, 6 herhalingen. Kettlebell met je linkerhand, 6 herhalingen. Voor een totaal van 12 reps per set. Nou, hier wil je super zwaar gaan. Dus pak de zwaarste kettlebell als het je lukt. Haal hem in een super goede frontrek. Kost je waarschijnlijk super veel kracht om het te stabiliseren vanuit je core. Je hebt ongeveer 3 minuten per set. Als je dat aanhoudt voor jezelf op de klok, dan heb je 9 sets keer 3 minuten, ongeveer een half uur ben je bezig met de workout. Nou, daarna kun je nog even stretchen misschien als je wat tijd over hebt, als je maar die 5 minuten gebruikt om aan het einde alles netjes schoon te maken. Oké, guys, ik ga met jullie de bewegingen van de warm-up doornemen. We beginnen met een lunge rotation. Zet 1 been naar voren in de lunge positie. Je handen zet je naast je voorste voet aan de binnenkant en je gaat met je elleboog naar de grond. Helemaal naar het plafond. En dat herhaal je 5 keer. En daarna wissel je van kant. En doe je precies hetzelfde nog een keer. 5 stuks. En dan boven naar de grond en omhoog. Oefening 2 is de slow-mo air squat. Dus niet super snel naar beneden en omhoog. Maar heel langzaam naar beneden. Armen naar voren. Zo laag als je kan. En ook langzaam weer omhoog. En dat doe je 10 keer. Laatste oefening, daarvoor gebruik je de plate. Kan je voor je borst pakken aan de zijkant van de plate. Of je kan hem lekker knuffelen. En dan ga je met je heupen naar achter. En met een kaarsrechte rug. Met je schouders naar voren. Totdat je in de bodempositie bent van je good morning. En dan kom je weer omhoog. En dat herhaal je 10 keer. Probeer te focussen aan de achterkant van je been. Zo een beetje de bovenkant van je hamstring, de onderkant van je bil. Daar lekker een stretch op zoeken. Als je dat hebt gedaan, herhaal je dat nog 2 rondes voor 3 rondes in totaal. Daarna ga je opbouwen naar een startgewicht van je workout. De eerste oefening van je workout is een kettlebell front rack lunge, of squat. En wat je doet is de kettlebell heb je in de front rack positie. Dat betekent dat je je hand onder je kin hebt. De kettlebell die rust op je arm en je arm die rust weer op je borst. Dan zet je je voeten op schouderbreedte. 1 arm gebruik om evenwicht te houden. Dan ga je met je heupen naar achter en naar beneden. Met je arm kun je de kettlebell, als je dieper komt, een klein beetje omhoog duwen. Zodat je met je borst rechtop blijft. En dan zak je helemaal naar de bodempositie en kom je weer omhoog. Als je dat 8 keer gedaan hebt met de ene arm, wissel je, nummer 8, en doe je nog 8 met de andere arm.
Nou, je wil hier gewoon lekker zwaar gaan. Misschien zelfs de zwaarste kettlebell pakken die je hebt staan bij je plek. Dan kan je gewoon echt super spicy maken. Is die 20 kilo die je maximaal hebt staan nog steeds niet zwaar genoeg, dan kun je hem langzamer doen. Dus probeer daar ook te letten dat je misschien nog meer daar een krachtworkout van kan maken. Dus als het niet zwaar genoeg is, 20 kilo, doe maar super langzaam. Net zoals die slow-mo air squat, dan wordt hij wel zwaar vanzelf. Oefening 2 is de kettlebell frontwerk lunge. Wat je doet, je kettlebell is in de rechterarm, dan stap je met rechts naar achter. Je linkerbeen is dan voor en dat doe je eerst 7 keer. Telkens hetzelfde been voor. In dit geval heb ik de kettlebell rechts vast, dus heb ik mijn linkerbeen voor. Daarna wissel ik van arm, heb ik de kettlebell links vast, dus mijn rechterbeen voor. Als je 3 sets hebt gedaan van 14 herhalingen, 7 links, 7 rechts, dan ga je door naar de kettlebell front rack step up. Daarbij heb je de kettlebell weer in de front rack. En hier werkt het eigenlijk hetzelfde als met de lunge. Kettlebell rechts vast, met je linkerbeen opstappen. Telkens hetzelfde been, 6 herhalingen. Daarna wisselen we arm. En nog een keer 6 herhalingen, maar dan met je rechterbeen voor. Alright. Als je van alles 3 sets hebt gedaan, ben je klaar met je workout. Maak je al je spullen schoon. En dan mag je weer naar huis. Heel veel succes!